Ik ben Rogier van der Vliet en ik word ook wel veilig verzamelaar genoemd. Moet het licht nog aan in de... Nee, hè? Hoeft niet... Hier ben ik nog aan het opruimen. Er zijn een aantal dozen met onder een bankadministratie van wat langer geleden, die ik niet zomaar weg kan gooien. Maar er zitten ook een aantal dingen in van rechtszaken die ik bijna allemaal gewonnen heb. Zelfs tegen de afdeling toeslagen in 2013, zonder advocaat. En heb ik weer andere, heb ik soort verzamelschriften die ik dan zou moeten gebruiken om het op te schrijven, die notities. En dan ben ik die verzamelschriften weer kwijt. Zo blijf ik heel goed en heel druk bezig. En wordt het uiteindelijk een bijna weg zonder end. En dan hangt daar bijvoorbeeld een oranje sok van een kous van 60 plus hockey. De andere kous ben ik kwijt. Dus daarom hangt hij daar om eraan te denken dat ik hem terug moet zien te vinden. Maar eigenlijk is het voorland al door de problemen met mijn rug dat ik waarschijnlijk toch niet meer ga hockeyen. Dus dat ik die andere kous dan ook niet meer hoef te zoeken. Dan lopen we nog even naar de woonkamer. Hè? Want ja, de keuken, dat valt in verhouding wel mee, maar dan moet ik natuurlijk ook nog weer opruimen. Ja, en deze stoel bijvoorbeeld, dat is een mooie IKEA-stoel, maar die zit nog beroerd, vind ik. Oh, er staan hier twee. En die ben ik inderdaad aan het uitzoeken in hoeverre ik die in gebruik kan krijgen. Daar heb ik wel gelukkig dan net weer een snoer van gevonden. Een coaxkabel is dit. Het een is een tuner en de andere is een cassettedek. Dat zijn dvd-apparaten. Daar dan inderdaad een pick-up, een platenspeler. Voordat ik ze weggooi, weg zou doen, wil ik zeker weten dat ze niet bruikbaar zijn. Ja. Andere mensen, leeftijdgenoten van mij, één vrouw zelfs een half jaar ouder dan ik, die zijn al nu al aan het leegmaken, opruimen. Maar dat kan ik niet. Wat dat betreft zijn mijn kinderen inderdaad wel de klos. Dat ze wat extra werk hebben aan mijn opruimtoestanden na mijn dood. Ja, dat realiseer ik me wel.